Goedendag. Het ziet eruit uit dat maandag echt wel een onstuimige dag gaat worden. Want dan trekt er een stormdepressie langs ons land. En dat zorgt ervoor dat het flink gaat waaien, natuurlijk. En dat er ook flink wat regen gaat vallen. Aan zee komt er een negenboot voor enige tijd te staan. Dat betekent stormkracht. En er zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk. Met name ook weer in de kustgebieden, maar ook landinbaars komen er zware windstoten. Tot zo'n 90 km per uur voor. En dat betekent toch wel overlast voor verkeer en ook buitenactiviteiten. Omdat die wind, maar ook de regen die er gaat vallen. Er samen voor zorgt dat het uh, ja, niet al te prettig weer zal zijn in de ochtend. Zeker ook tijdens de ochtendspits moeten we er al rekening mee houden dat die wind en die regen aanwezig zal zijn. In de loop van de middag neemt de wind duidelijk af en verdwijnt ook de meeste neerslag. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan kijken. Dan zien we de storm boven de Noordzee liggen in de nacht. De storm die een naam overigens heeft gekregen, die heet. Corrie. En de storm Corrie die trekt naar het zuidoosten en komt dan maandagochtend boven Nederland aan. En als u precies wilt weten waarom die storm naar Corrie heet, dan moet u maar even op onze website gaan kijken. In ieder geval zorgt het stormlaag ervoor dat het boven zee fors gaat waaien. Windkracht 9 tot 10 komt daar te staan. En zoals gezegd, ook zeer zware windstoten zijn er mogelijk. En met die lange baan over de Noordzee kan het water flink opstuwen. En dat betekent dat er hoge golven Bijvoorbeeld worden verwacht in het zuidelijk deel van de Noordzee van wel zo'n 7 meter, misschien af en toe zelfs ook nog wat hoger. Het heeft er ook toe geleid dat Rijkswaterstaat voor maandag een aantal keringen gaat sluiten om het water buiten te houden. Nou, ook regen valt er. En die combinatie van regen en wind die zorgen wel voor problemen. In de middag dan trekt het lage drukgebied verder weg naar het oosten. En dan wordt het allemaal wat rustiger met de wind. En dinsdag dan krijgen we te maken met een wisselvallig weerbeeld. Ook dan valt er af en toe regen. Staat er wat minder wind. Maar al met al is het nog steeds niet echt een mooie weerdag. Ja, als we dat gaan samenvatten, hoe ziet het er dan morgen uit? Nou, daar hebben we een kaartje voor gemaakt. En dat levert dit plaatje op. Windstoten aan zee, die zijn het hoogst. Meer dan 110 kilometer per uur. Ik sluit zelfs niet uit dat er hier in dit gebied ook nog windstoten van zo'n 120 kilometer per uur gaan voorkomen. Ook rond het IJsselmeer overigens waait het flink met die noordwestenwind. Waait die wind als het ware precies. Tussen Noord-Holland en Friesland door. En dan krijg je een beetje stuwing. En dat zorgt er over het algemeen voor dat die wind daar ook wat gaat toenemen. Dus ook op Flevoland moeten we er toch wel rekening houden: op de Flevolandse kust, dat daar heel veel wind komt te staan. In het binnenland ook windstoten, 75 tot 90 km per uur. En het enige wat dan opvalt in dit kaartje is dat we het uiterste noordoosten relatief rustig hebben genoemd. Daar ligt meer de kern van de depressie. En dat betekent over het algemeen dat daar wat minder wind staat. Maar ja, het is maar een klein stukje: als het lage drukgebied iets meer oost trekt, dan krijgen we ook hier in dit gebied te maken met gewoon die zware windstoten. Nou, in de middag neemt de wind geleidelijk aan af. De buien worden ook geleidelijk aan minder. En zal het allemaal een stuk rustiger worden. Overigens wat de piek van de wind betreft, die verwachten we tussen 10 en 12. Maar tussen 7 en 14 uur op maandag is het gewoon echt wel onstuimig buiten. Nou, dit is het beeld voor de windstoten. Rest mij nog om aan te geven dat we ook echt wel een negen bofvoor hier boven zee hebben, echt een stormkracht. Dus op de kust kan de wind misschien wel af en toe even pieken. Naar 10 boven, ik sluit dat zeker niet uit. Temperaturen morgen, die vallen reuze mee. Die zijn ruim boven de 5 graden. Het is zelfs redelijk zacht met al die wind. En de vraag is misschien nog wel eventjes, en dat kan ik er dan nog wel even snel bij pakken, of we dan nog echt wel winter gaan krijgen in de komende periode. Nou, daar ziet het gewoon niet naar uit. De temperatuur blijft ruim boven het vriespunt. Over het algemeen zien we toch temperaturen zo. In de middag tussen 6 en 10 graden. En de kans op vorst is erg klein. Pas aan het eind van de periode misschien weer kans op vorst. Als u echte de details wilt bekijken, dan moet u maar even naar de 30-daags gaan kijken. Betekent dit weerbeeld dan ook flinke zonnige periode en droog weer bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik niet. Komende week is het gewoon een zeer wisselvallige week. Iedere dag is er wel flink wat kans op neerslag. Alleen de woensdag, die schiet er een beetje uit. Dan kan het net wat droger zijn. En ook de tweede week, die lijkt wat droger te gaan verlopen in de pluim. Maar morgen dus eerst de storm, storm Corrie. Als u morgen op pad gaat, lees dan in de ochtend wel eventjes nog de waarschuwingen wat de situatie precies gaat worden. Fijne dag.